De onderdeeltjes moeten voorzichtig uit de plankjes worden gehaald. Een hulphoutje en een onderlegger kan van pas komen. En het is belangrijk om met name de bewegende en draaiende delen goed glad te maken, te voorzien van een beetje was en veel uit te proberen, zodat je zeker weet dat ze goed functioneren. De symbolen op de pagina's laten zien waar je extra op moet letten. In dit geval gaat het over schuren, glad maken, soepel kunnen bewegen. Bij het uitroepteken moet je extra opletten op de richting of de manier van montage. De tandwieltjes geven aan dat je de beweging even goed moet checken en een aantal keren moet proberen. De onderdeeltjes moeten meestal strak tegen elkaar, maar een enkele keer moet je daar eerst mee wachten. Dat is te zien aan dit symbool. Bij dit teken moet het onderdeel makkelijk kunnen bewegen. Soms moet een prikker op het juiste formaat worden gesneden of geknipt. Voor de zekerheid zitten er ook een aantal reserveonderdeeltjes op de plankjes. Het is aan te bevelen om regelmatig vooruit te kijken om te zien wat de verschillende onderdelen in de uiteindelijke samenhang gaan doen. De film volgt gewoon het instructieboek, maar is wel een versnelde weergave. Veel plezier met het bouwen van deze auto. We beginnen op pagina 4 met een onderdeel van het aandrijf- en opwindsysteem. Een plankje met een onderdeeltje waarvan er twee van moeten. Die komen tegenover elkaar. En er moet even op gelet worden dat het tandwiel in de juiste richting ligt. Op die manier remt hij de ene kant en kan het draaien de andere kant op. De opwindhendel dan komen er drie pedalen. Even verbindingsnokjes eraan en dan op de juiste plek op de grondplaat. Er komt eerst nog een verbindingsnokje. En dan kunnen de eerder gemaakte onderdelen op de grondplaat worden gemaakt. En even checken of het goed draait. Een tweede plaatje, daar komen 7 staandertjes op. Moeten stevig worden aangedrukt. Wel iedere keer hetzelfde, dus maar wat versneld weergegeven. Er moet natuurlijk opgelet worden dat het symbooltje van de opwindveer aan de bovenkant ligt. Op de grondplaat komt nu weer een groot tandwiel. Ook hier letten op de juiste richting. En daar komt het tweede plaatje overheen. Even zoeken naar de juiste verbindingen en de goede plekken. En dan stevig aanduwen en opnieuw checken. Het plaatsen van de veer is een lastig klusje. Eerst goed vastzetten tussen de twee staven in het centrum. Met behulp van een hulphoutje kun je voorkomen dat de vingers kapot gaan. Daar komt dan een borgringetje overheen. En vervolgens een plaatje wat daar goed op past. Alleen is het ook nu weer zoeken naar de verbindingspunten. En als ze allemaal gevonden zijn, het geheel stevig aanduwen. De veer moet nu helemaal opgedraaid worden, zodat hij langzamerhand onder het plaatje verdwijnt en op het juiste moment wordt vastgezet aan het stangetje waar het symbooltje bij zit. Met behulp van een paar onderdelen wordt een asje gemaakt. Het rondje moet natuurlijk goed glad zijn, zodat het soepel in zijn ruimte loopt. Dan
gaan eerst het tandwiel er tussenin schuiven, zodat het aansluit op het middelste tandwiel. En dan komt dat asje er doorheen. Een tandwiel erbovenop. Met twee ringetjes aan beide kanten. En eens kijken of het draait. We gaan verder met de bovenkant van de motor. En dat is tegelijkertijd een schakelaar. Een boel onderdeeltjes die in de juiste richting in elkaar moeten worden geschoven. Denk daarbij om de stip dat die aan de juiste kant zit. Het moet soepel kunnen bewegen. Een aantal ovalen eroverheen. Met als laatste het afdekplaatje waar natuurlijk de tekening bovenaan moet staan. Aan de zijkanten een stukje. En dan maken we nog een keertje de getekende zijkanten met daarop de kleine rondjes. Die kunnen daar aan vast worden gemaakt. En dan is onderdeel A6 klaar. En dat onderdeel kan nu op de basis worden geplaatst. Daarbij weer op de juiste richting letten natuurlijk. We gaan weer een soort schakelaar maken. Steeds even goed kijken naar de richting van de onderdelen. En met name zulke kleine draaiwieltjes moeten best even glad worden gemaakt. De schakelaar komt daar over het rondje en dan komt het plaatje daar overheen en daarvoor even zoeken naar de juiste verbindingen en als het een keer een beetje vast zit, stevig aanduwen. Opnieuw een onderdeel dat als schakelaar gaat fungeren. Deze zorgt ervoor dat de auto voor dan wel achteruit rijdt of in zijn vrij staat. De onderdeeltjes op de juiste plek stevig aanduwen. Het raampje waar het geheel in komt, moeten nog een paar verbindingsnokjes in worden gemaakt. Nog een tweede deel, ook met behulp van verbindingsnokjes in elkaar gezet. En dan komt dat onderdeel B1 daarin te liggen en weer afgedekt met het laatst gemaakte stukje. Ook de binnenkant van dit soort draaigehelen moeten glad worden gemaakt. Een stang met gladgemaakte asjes en een tandwiel. Om onderdeel B2 klaar te hebben, moeten er nog twee verbindingsstukjes aan worden gemaakt. En gaan we weer een paar stukjes zo verbinden. Aan onder andere een tandwiel.
komt daar tussen twee tandwieltjes op onderdeel B2. En als het goed is, draaien alle tandwieltjes op elkaar. Nog een keer een asje met een tandwiel. Moet even goed doorgeduwd worden zodat het goed in het midden zit. Ook die komt daarbij aansluiten op de andere tandwielen. En dan komt het afdekplaatje eroverheen. Even kijken dat alle asjes en verbindingstukken op de goede plek zitten. En dan kan het grote tandwiel erop met een afdekrondje. Je kunt het draaien testen en met behulp van de schakelaar gaat het tandwiel de ene of de andere kant op. Er moeten nog meer tandwielsystemen komen. Even letten op de juiste richting van het asje, zodat hij aan één kant er wel wat uitsteekt. Dat komt in het plaatje. Belangrijk dat er weinig speling zit. Een aantal verbindingsnokjes. En dan het afdekplaatje erop. Als die vast zit, weer even kijken of het soepel draait. Zo niet, dan kun je nog even een stap terug. Dat komt aan het grote tandwiel en de verbindingsnokjes. En aan de achterkant gaan we verder met nog een stang en een ringetje. Daar komt een dwarsstuk op. Met nog weer een klein tandwieltje. Dit onderdeel moet voorzichtig worden geplaatst. Het is handig om daarom een hulphoutje ertussen te houden, zodat er niet iets anders van zijn plek afgaat of stuk gemaakt wordt. En dan kan het geheel vastgemaakt worden aan het eerder gemaakte onderdeel. Je kunt al voorzichtig proberen met een enkele slag. De stoeltjes moeten gemaakt worden. Als onderdelen er moeilijk in gaan, is het soms handig om er ook wat was langs te halen. Dan glijdt het vaak wat makkelijker in elkaar. En dat geldt voornamelijk bij de gebogen stukken. En als je het in de goede volgorde doet en met enig beleid, dan lukt het om ze keurig op de plaats te krijgen. En dan moeten er natuurlijk twee van worden gemaakt. Die komen op een grondplaatje. Die zijn gespiegeld. Gemaakt. En natuurlijk even letten op het feit dat het verbindingsnokje aan de buitenkant zit. Aan de zijkant komt een dorpeltje met natuurlijk de naam van Jugeers in de juiste richting. En nu is de kunst om alle verschillende verbindingsnokjes te vinden op een juiste plek te krijgen en als dat is gelukt alles heel stevig aan te drukken zodat het goed op hun plek zit.
En natuurlijk daarna even strikte controle van alle kanten of het overal goed strak zit en aansluit. Aan de achterkant een stukje van de bodemplaat. Dan gaan we een tandwiel maken met behulp van twee prikkertjes. Die kunnen ook met behulp van wax wat makkelijker te verbinden worden gemaakt. De restjes er even goed afknippen. Die komen aan de dubbele stang, de as waar straks de wielen aankomen. Ook hier met behulp van een prikkertje wordt dat geborgd. En ook weer netjes de resten natuurlijk afgeknipt. Een paar goed glad gemaakte wieltjes erop. De tweede zijkant krijgt ook een dorpeltje met U-gears erop. En dan eerst de as erin. En dan de tweede zijkant. En opnieuw zoeken naar alle verbindingspuntjes. Een klein beetje aanduwen. En als alles zijn plek gevonden heeft, stevig doorduwen. Het is meer een kwestie van geduld dan van kracht. En natuurlijk aan het eind alles checken en kijken of het functioneert. De twee boogjes moeten eerst achterin geschoven worden en dan op het bodemplaatje vastgezet. Zorgen voor een goede stevigheid. Door de versnellingshendel nu in het midden te zetten, kan deze as goed draaien. Ook al produceert deze auto geen rook, we gaan toch een uitlaat maken met een paar verbindingsstukjes. In het midden zit hij los even op de juiste plek, zodat de verbinding makkelijk gaat lukken. De sierplaatjes met de tekening erbovenop. En dan aan de andere kant 12 ringetjes erin drukken. Als ze goed recht gehouden worden, dan lukt dat. Verbindingskantjes aan de zijkant. Moet er iets schuin opgedrukt worden. Datzelfde moet gebeuren, maar dan in spiegelbeeld voor de uitlaat aan de andere kant. Ook hier de afdekplaatjes. En 12 van die ringetjes moeten goed op elkaar aansluiten. En natuurlijk weer de verbindingsstukjes in de juiste richting. De beide uitlaten kunnen nu worden geplaatst. Lastig om de plek te vinden waar je tegendruk kunt geven.
En als het goed vast zit, dan kan de achterkant van de auto eraan gemaakt worden. De verbinding van de voorwielen is wat ingewikkelder, omdat het moet kunnen sturen. Twee onderdeeltjes die straks aan de as moeten komen. Verbindingsstukjes. En dan komt eerst die stang daar in te liggen. Stukje van het stuursysteem daarvoor en dan moet dat met behulp van de verbindingen van de wielen vast worden gemaakt zodat het stuurbaar is. Daar komt de tweede stang overheen. Stang die naar het stuur gaat, daarin geschoven. Dan komt nog een onderdeeltje in dat even goed geschuurd moet zijn en glad moet zijn, wat ervoor zorgt dat de draaiing ook wordt geremd. Met behulp van prikkers wordt het laatste stangetje erop gezet en vastgemaakt. Ook aan de bovenkant komen kleine ringetjes. En dan kan het worden afgeknipt. En kan er gestuurd worden. Aan de voorkant komt een verbindingsstuk en het frontje. Een aantal onderdelen aan elkaar. En dat wordt daar voorop gemonteerd. Nog een stang met twee haakjes. Dat past daar keurig op. En dan kan het frontje worden gemaakt. In de juiste volgorde de onderdelen erop schuiven. Het dunne plaatje ertussen. En daarmee is dan het frontje klaar. De houder voor de stuurstang. Even in de juiste richting. Ook hier het gaatje waar de stuurstang doorloopt. Even controleren op ongerechtigheden en wat met wax bewerken. En dan over de stuurstang schuiven. En dan komt er nog een verbindingsstukje. We gaan hem even op de handrem zetten. Moet daar tussendoor even goed vast worden gezet. En dan beginnen we met de achterklep. Twee zijkantjes aan een gebogen deel. Even voorzichtig op de juiste manier in elkaar zetten. Met behulp van een prikkertje wordt het draaibaar gemaakt.
twee oogjes en haakjes eraan. De zijkantjes eraf geknipt. Een dubbel gerold elastiekje eromheen. En dan kan het aan de achterkant van de auto worden vastgemaakt. En heeft het een verend systeem. Nog een keer een dubbel gevouwen elastiekje. Maar nu aan de binnenkant. De twee haken worden daar over het pennetje geschoven en vastgemaakt aan het elastiek. Dan komt het tussenstukje daar. Zodat het een schakelaar wordt. De motorkap. Ook hier een verbindingsstukje en twee haakjes. De beide zijkanten eraan. Een elastiek over de pennetjes en dan kan de motorkap erop met behulp van ook weer een cocktailprikkertje op zijn plaats gezet en de rest er afgeknipt. De voorkant, voorzichtig teermateriaal en aan de zijkant nog een verbindingsstukje. De grote zijkant eerst achterin er inschuiven, overheen schuiven en dan zoeken naar de verbindingspunten. Er moet wel even op gelet worden dat de voorste nog niet wordt vastgemaakt, zodat er later nog ruimte is om mee te werken. Aan de andere kant ook een verbindingsstukje en de zijkant. En ook hier moet de voorkant nog los blijven. Even controle of alles op de goede plek zit. Dan kunnen we verder met een stukje van het dashboard. Het is een schakelaar en gelijk de achteruitkijkspiegel met behulp van een elastiekje wordt het verend gemaakt en kan daar voorzichtig worden verbonden. Het pennetje schuift daarin een gaatje, waardoor die de motorkap opent of sluit. Het dashboard erop. Voorzichtig over dat schakelaartje worden geschoven ook, zodat die vrij kan blijven bewegen. En dan komt de hele dunne motorkap eerst aan de voorkant voorzichtig op zijn plek geschoven. Dan de motorkap een stukje open en over de schakelaar. En met de zijkanten die dan misschien even iets worden uitgebogen, voorzichtig in de gleufjes gelegd. Daarbij moet het geheel iets rond worden gebogen. Maar en daarbij is wel alle voorzichtigheid vereist. Als het is gelukt, dan kunnen de zijkanten die even iets zijn uitgebogen, weer worden vastgezet.
En dan kan het elastiekje vastgemaakt worden aan de hendel onder het dashboard. De versnellingshendel, twee rondjes erop en dan kan die daar op zijn juiste plek worden geplaatst. Het wordt steeds lastiger om er tussendoor te komen. Een eerste deurtje. Het eerste stukje van het scharnier. Ik zet dan de deur erin en het tweede stukje van het scharnier. En dan moeten ze alle twee nog even stevig worden aangedrukt. Dan kan er weer een stuk van de zijkant aan worden verbonden. En het deurtje moet goed kunnen bewegen natuurlijk. Een tweede deur. Ook hier met behulp van de scharniertjes de deur erin. Tweede scharniertje erop. En stevig aanduwen. De zijkant past daar precies over de scharnieren heen. En het deurtje moet natuurlijk soepel kunnen bewegen. Het elastiekje over de deur en binnen verbinden aan het haakje wat daarvoor is. En datzelfde gebeurt natuurlijk met de andere deur. Dan kan voorzichtig het stuurwiel erop worden gezet. De wielkasten opgebouwd uit een groot aantal bogen. Eerst een stukje van onderaf erin duwen. En dan aan de binnenkant de eerste boog. Die moet daar schuin liggen. En goed verbonden worden. Dan kan de tweede boog aan de buitenkant. Ook die moet er schuin worden opgemaakt. En dan de volgende bogen er zo aangemaakt. Iedere keer goed laten aansluiten. En dan aan de andere kant hetzelfde. Eerst het verbindingsstukje van onderaf. Aan de binnenkant een boog. Aan de buitenkant. Letten op het achterste deeltje die daar net overheen valt. En het laatste stukje die hem stevig vastmaakt. We gaan er nog een tanktop op zetten. En de achterlichtjes. En dan komt ook aan de achterkant een klep vastgezet met een borgpennetje.
En dan ook hier weer voorzichtig buigen en op de juiste plek in de gleufjes duwen. En met behulp van twee boogjes wordt dat nog een keer geborgd. De achterbumper. Even letten op de juiste richting van de verbindingstukjes. De zijkantjes erin. De voorkant. Ook hier verbindingstukjes waarbij je extra moet letten op de richting. En een paar sierstukjes erop. En de kleine rondjes. Dan kan de achterbumper worden vastgemaakt. Even stevig doorgeduwd. En ook aan de voorkant kan het worden afgewerkt. Lastig om er tussendoor het stevig vast te krijgen. De voorste wielkast. De eerste boog met een verbindingstukje. Dat moet daar precies tussen passen. En dan kunnen daar ook weer een aantal bogen aan worden verbonden. Aan de andere kant hetzelfde. Eerst met behulp van een verbindingstukje de binnenste verbinden, ook met de twee die er al zitten. En dan de andere bogen eroverheen. We gaan de grote koplampen in elkaar zetten. Even opletten op de stip om de linker en de rechter uit elkaar te houden. Koplampen moeten nu zo worden vastgemaakt dat ze de verschillende grote delen stevig verbinden. Dus even zoeken naar de juiste plekken en dan stevig aanduwen. Ook hier helpt het om van tevoren de pennetjes met wat was te bewerken. We gaan aan het werk met de wielen. Verbindingsstangetjes erop. En dan de onderdeeltjes in de juiste volgorde erbovenop. Daarbij is het belangrijk dat je even oplet
dat het middelste vakje precies ligt tegenover het eerdere vakje. Anders past de as er natuurlijk niet door. En tot slot de buitenkant met de tekening erop. Daar hebben we er twee van nodig. Daar komen elastiekjes overheen die zorgen voor voldoende grip. Moeten natuurlijk even op de goede plekken worden gelegd. En dan kunnen we verder met de volgende wielen. Ook hier in de juiste volgorde de onderdeeltjes op elkaar. En de laatste erop. Ook hier komen elastiekjes overheen. Om te kijken of ze willen driften, kun je ook de elastiekjes er later weer afhalen. De wielen aan de achterkant moeten stevig over de as worden gedrukt. En vervolgens een borgpennetje eroverheen. Aan de voorkant is het iets lastiger omdat je weinig tegendruk kan geven. Zorgen dat er voldoende vingers achter zitten. Of met behulp van een hulphoutje zorgen dat er tegendruk is, waardoor er niet wat kapot gaat. Het achterwiel als laatste. En daarmee is die auto helemaal klaar. Door de schakelaar om te zetten, hem op te winden, gaat hij rijden al of niet voor of achteruit. En dan kun je gaan uitproberen. Om te zien hoe hard hij rijdt, hoe ver hij rijdt en of hij driften wil. Ik hoop dat het allemaal goed is gelukt.